Yo mensen, op de weg. We rijden op de A7. Goedemorgen. Vanuit het zonnige... Ja, waar rijden we? Leeuwarden, ongeveer. Daar ben je ook niet doodgevonden worden. Ik heb er net een tijdje gewoond, jongen. Daarom vond papa niet zo leuk, hoor. Hey, waar gaan we naartoe, jongens? Hallo. Hebben jullie zin in? Ja. Ja, papa ook wel. Wat hebben we vandaag verder? Ja, de kaartverkoop loopt lekker. Ik heb zin in mijn feestje met mijn maat Tonano. IJs. Verder, wat hebben we nog meer? Ja, ik las even wat dingetjes over Sean. Sean van Heuvel! Moet jij eens even heel goed naar mij luisteren, kerel? Ja? Marco verdient een tweede kans! Zeg jij? Ben je op je hoofd gevallen? Sean, luister! Je bent misdaadjournalist. Ja. Je moet onpartijdig zijn. Dat punt 1. Ja. Jij bepaalt niet wie of wat een tweede kans krijgt. Ja. Hé. Hey. En dan nog iets. Niemand weet nog wat er aan de hand is precies. Ja. Die arme meiden die aangifte hebben gedaan, moeten nu teruglezen in de media dat de John van de Heuvel, onze grote misdaadjournalist, Marco, bij voorbaat een tweede kans geeft. Schaam je diep, kerel. En dat wil ik nou even kwijt. En alles kan kapot, John. Ook jouw carrière, vriend. Maar zo gaan we niet te werk. Ik ben boos. Oes.